Ja, Robert, de megatrus ligt op het dak. Dat ging vrij snel, heb ik het idee. Ja, nou ja, zo oogt het wel. Ging vrij rustig ging die naar boven. En ja, ik vond het wel mooi om een keer mee te maken hoor. Ik hoop natuurlijk wel dat het de laatste keer is dat ik het meemaak. Maar het is wel vakmanschap hoor. Ja, was het nog even spannend ook? Want ja, qua omstandigheden is het natuurlijk allemaal ideaal. Het leek eigenlijk heel soepel te gaan. Ja, nou ja, wat ik begreep dat de omstandigheden goed waren. Het weer is natuurlijk goed, weinig wind. En ja, ik zeg al, we hebben wel professionals waar we hier mee te maken hebben. En volgens mij zit hij nu aan één kant zit hij vast. Aan de andere kant moeten we nog een klein stukje laten zakken zo. Maar als ik de mensen hier spreek, dan heeft men er alle vertrouwen in. Ja, want ik begreep dat aan de linkerkant, zeg maar, voor jou de rechterkant achter jou, daar wordt hij helemaal vastgemaakt. En aan de linkerkant, daar blijft hij een soort van speling in zitten. Nou, speling, daar kan hij bewegen. Hier zit hij vast. Aan de andere kant kan hij bewegen. Wordt natuurlijk ook wel vastgemaakt dat hij er natuurlijk niet af kan. Maar ja, goed, een constructie beweegt. En dat moet natuurlijk opgevangen kunnen worden. Zowel de krachten met name ook. En dat is dus de reden waarom de ene kant inderdaad vast zit en de andere kant glijbeweging kan maken. Ja, we hebben ook een beetje via de livestream meegekeken en dan zie je al droombeelden van boven. Ja. Ja, het begint echt weer vorm te krijgen nu, het stadion. Ja, als je de beelden ziet, ook geweldig om te zien. Dan krijg je nu al helemaal gevoel bij hoe het er uiteindelijk uit komt te zien. Ja. Ja, hoe lang duurt het nog voordat supporters weer in het stadion mogen komen? Ja, is daar een prognose voor? Nou ja, supporters weer in het stadion mogen, dat ligt natuurlijk niet alleen aan ons of het stadion dadelijk en wanneer het klaar is. Hè. Dat heeft ook met andere dingen te maken, onder corona. Maar het nieuwe seizoen is sowieso alles, zit er dan ook in. Hè. Want ik al zei, je moet het afmonteren, maar uiteindelijk moet er natuurlijk ook alle techniek erin. Van licht tot geluid, tot kachels, camerasystemen. Dus dat moet ook allemaal nog gebeuren. Maar we zullen nu wel, denk ik, de komende tijd iedere keer echt verandering zien. En steeds meer gevoel krijgen bij het eindresultaat. Ja, is er nu een hoofdstuk gesloten voor jou? Een misschien wat moeilijker hoofdstuk in je tijd bij AZ? Nou, ze zeggen altijd bloemen bij de finish, hè. Maar ik denk dat we vandaag wel een hele belangrijke stap hebben gezet, ja.